In het kader van het integraal dorpsontwikkelingsplan van Lierop werd er op zondag 11 september een informatiemarkt gehouden in gemeenschapshuis De Veurhert. Daar kwamen zo'n 200 belangstellenden op af. Martin Kust is voorzitter van de stuurgroep van de IDOP. IDOP leeft. Ja, kennelijk. Het is heel prettig om te zien dat er zoveel mensen zijn. Kijk, we hebben natuurlijk nagedacht over hoe gaan we dat doen. Om te beginnen zaten we een beetje noodgedwongen op de zondag, omdat door de week deze zaal elke avond bezet is. En we hebben de zomerhei gezien, daar hebben ze al vaker op zondag iets gedaan. En toen dachten we van, nou, dat zou hier ook kunnen. En toen had een van de mensen van de coördinatoren, die had het idee van, ja, dat moeten we wel doen in de vorm van een markt of iets. En niet in